Groningen-trainer Ron Jans wil vanavond tegen PSV het heilige vuur terugzien bij zijn ploeg. De man die dat zou kunnen aansteken is Luis Suárez. Teruggekeerd in de basis en balartiest van beroep. Levchenko levert in. Affelay. Verliest hier de bal. En dan gelijk 3-4 Groningers voor die bal. Het mag door. Suárez, zowaar koppend. Nefland, de clubtopscorer. Vervelende bal voor Lindgren. Lovre, Suárez. En daar hopen ze hier op. Suárez probeert het maar eens. Over balartiest gesproken. Hij was dichtbij. Simons. Salcido. Zet Danny Holla weg. Het vervolg via Mendes was althans de bedoeling. De vrije trap. Uiteraard. Voetballend is PSV nog niet echt in de buurt gekomen. Misschien dan met vrije trappen. Simons dichtbij. Maar dan moet je ook erg veel geluk hebben. En dat had Simons dus niet. Simons, Affelay. Koné aan de leiband bij Sanko. Nu is hij bevrijd en kan hij uithalen. Maar doet hij dat niet zorgvuldig genoeg? Dan toch een kansje voor PSV. Gadegeslagen door Foppe de Haan. De bondscoach van Oranje onder 21. Nefland probeert Suárez te bereiken. Manuel da Costa. Florijn. Achterin vrijheid bij Nefland. In één keer tot bij Lovre. Nog eens proberen. Salcido blijft kijken. Nefland komt er omheen. En Gomez, die de bal nog wel even losliet. En Koeman is uitermate ontevreden over met name de inzet en de vele fouten aan zijn kant, de kant van zijn ploeg. Alex, ja, weer een duw tegen Suárez. En Pieter Vink laat een hoop gaan. Kromkamp. Farfan. Mendes. Kromkamp veel te scherp, dus makkelijk voor Levchenko. Nefland en Lovre. Mooi hakje. Nu het vervolg. Lindgren. Alleen Suárez is voorin. Nefland sluit aan. 2-3. En dan Holla vanuit de tweede lijn. Oh, wat een mooi schot. En kijk Ron Jans ook. De jonge Danny Holla die het bijna doet. Ja, Gomez doet wel zo van. Zo gevaarlijk was het niet. Maar let eens op zeg. Die bal was onderweg naar de onderkant van de lat. En een schitterende redding van Gomez. Wedstrijd staat op ombranden. Zoveel is duidelijk. En moet Gomez komen. Die komt half en dan nu uit zijn goal. En Farfan met een splijtende counter. 2-2. Koné en Farfan. Die bal is heel hard. Maar Koné heeft hem wel. Inmiddels veel Groningers teruggekeerd. Dus moet het zo, komt Farfan er bijna aan. Wordt hij vastgehouden door Sanko. En dat was nuttig vanuit het perspectief van Groningen. Lovre wint niet. Holla houdt binnen, maar voor Cocu. Levert in bij Lovre. Nefland! Dit was een mooie, typische Nefland-kans. Hij maakte 8 goals en 6 daarvan, dat waren kopballen, Erik Nefland. En hier hield hij zijn hoofd er opnieuw goed bij, letterlijk en figuurlijk. Nefland en Manuel da Costa, die in tweede instantie geblesseerder is dan dat hij deed voorkomen. Verzorging is noodzakelijk voor Manuel da Costa na dit vreemde moment. Vooral het neerkomen en het doorschuiven doet pijn. Belangrijkste conclusie tot nu toe in deze wedstrijd. Groningen houdt veel man achter de bal. PSV heeft kleine, weliswaar bewegelijke spitsen. En eigenlijk komen die er niet doorheen. Dan zou je zeggen, tijd voor Kluivert. Maar als Cocu paasjes gaat geven als deze en Koné aan de bal kan blijven en Mendes kan schieten. Kromkamp, Affelay, Affelay, redelijk in de buurt van doelman Roorda.
Dus die hoeft alleen maar zich te laten vallen. Groningen dicteert de wedstrijd. PSV kijkt vooral toe. Wanneer profiteert de thuisclub een keer? Suárez vastgehouden. En laat het dan maar aan Luis Suárez over om dat zo opzichtig te doen en te laten zien dat de scheidsrechter fluit. Niet iedereen is daar blij mee, dat mogen duidelijk zijn. Als Bruno Silva het gaat doen, is te hopen dat de PSV'ers goed verzekerd zijn. Want die kan pegelen. Ze komen met de schrik vrij. Je ziet hem van mijlenver aankomen. En dat is maar goed voor Gomez. Weer een kans voor Ron Jans. Opnieuw is Gomez de beste PSV'er. En we waren het er toch over eens dat dat geen goed teken is. Hij mag nu weer aan de bak. Suárez. En hij doet het weer, Gomez. Want hij moet het steeds doen. Zijn veldgenoten laten hem een beetje in de steek. Suárez is Manuel da Costa twee keer te slim af. En dan schiet hij heel snel. Manuel da Costa kan niet verder. Eraf met een enkel blessure. En dan wordt hij vervangen door Michael Reiziger. Komkamp. Farfan. Zwijdik. Hoe de impasse in de score te doorbreken. Holla. Suárez. Holla zou kunnen schieten. Doet hij ook. Maar het schot is niet hard. Bovendien recht in de handen van Gomez. Links Ron Jans, rechts Ronald Koeman. Zij speelden in het seizoen 82-83 samen bij FC Groningen. Links was de linksbuiten, rechts was de rechtshalf van die ploeg. En dan wordt het toch tijd om aan hem te denken, Patrick Kluivert. Want PSV mist echt een aanspeelpunt om aanvallend gevaarlijk te worden. Cocu is dat nu even. En dan is die theorie meteen bewezen. Als je wat lengte hebt en een aanspeelpunt hebt, wordt het gevaarlijk nu via Cocu. Hoe ver komt hij? Bruno Silva, nou best ver. Het is voor Simons, Nefland, Alex, Edison Mendes, Holla en Bruno Silva. Dit is mooi, maar dan wordt het dichtgelopen. En dan is de overtreding gezamenlijk van Mendes en Cocu. Een vrije trap voor Groningen op een heel gevaarlijke plaats. De deur gaat hier wel heel hard dicht. Zo jong, zo weinig basisplaatsen en toch de man van de vrije trappen. Danny Holla. Salcido. Tweede lijn met Lindgren. Moet je geluk hebben. En dat heeft Lindgren hier niet. Maar wat wil je ook als Gomez de doelman is op wie je het probeert. Hij snapt er weer niets van, Gomez, hoe dat kon gebeuren dat Lindgren zomaar kon schieten ongedekt. Dat was lekker genomen hoor. Mendes. Salcido. Zo, zet Holla even weg. Salcido, Kromkamp. Tweede lijn naar Verlaij. Ja, hij zit erin. Het is 1-0 voor PSV. En opnieuw is het de eerste kans die de ploeg krijgt. En dan gaat Afellay gelijk naar Kluivert toe. Wat een mooi gebaar zeg. Oké. Salcido als een echte linksbuiten zet Holla weg. Zet voor, dan denk je dat gaat niet goed komen. Maar dan valt de bal voor Afellay. Die kijkt en mikt precies waar het nog kan. Roorda kan er niet meer bij. En dan is het toch weer PSV dat voorstaat. En dit is zo mooi. Gelijk naar Kluivert. En natuurlijk naar boven. Kan Groningen er nog een schepje bovenop gooien? Het gaf al zoveel in deze wedstrijd, maar het staat toch achter. Lindgren vanuit de tweede lijn. Proberen! Wie niet schiet, scoort ook niet. Zo luidt een oud en wijs gezegde in het voetbal. Alle wedstrijden waarin PSV een doelpunt maakte, won de ploeg dus ook. Kijken of dat echt voorspellende waarde heeft. Afellay, Kromkamp. Farfan even vrij en Cocu! Had het hier af kunnen maken. Afellay.
Alex. Alex. Gewoon door. Farfan. Alex. Nee. Holla nuttig voor Groningen. Wel ten koste van een corner. Farfan. Roorda. Nou, gevaarlijk nog. Niet alleen omdat hij hem losliet, maar ook omdat de bal bijna het doel indraait van Farfan. Sanko. Farfan. Pas Roorda is niet op tijd, dan is het hier geen 2-0. Want Kone komt er niet fataal voor Groningen aan die bal. Levchenko sluit weer bij. Tot hier gaat het meestal goed, maar verder dan ook vaak niet. PSV doet rustig aan. Silva. Of hij aankomt maakt niet meer uit. Het is pompen en hopen op de spits. Dus ruimte achterin bij Groningen. Kone profiteert voor de 2-0 en de wedstrijd is binnen voor PSV. Alles of niets was het motto van Ron Jans voor de laatste 5 minuten. Het is niets geworden. Geen minuut zat hij echt in de wedstrijd. En het gold ook voor Jefferson Farfan. Maar als hij hem dan de ruimte geeft, dan is het snel afgelopen met je. Hier Kone, 3 op een lijn, de bal erover, de keeper eruit, de wedstrijd binnen. Knap afgerond. Suarez. Sanko blijft als enige nog achter. Seedorf. Dus is er opnieuw ruimte voor Kone. Sanko is alleen. En Farfan wordt niet bereikt. Dat is slordig van Haruna Kone. En dan wil Vink er maar mee ophouden. PSV kan morgen rustig achteroverleunend naar de televisie kijken wat Ajax en AZ gaan doen. Groningen had weliswaar het heilige vuur, maar het werd geblust door PSV dat niet groot speelde, maar wel uitermate functioneel. Kortom, typisch PSV.